Dit is mijn collectie wat overgebleven is van vorig jaar. Ik kan het misschien een beetje zien. Er zitten alleen een paar rotjes. Een paar van Thunder King shocks en dat soort dingetjes. Zo, ga ik het nou even allemaal uithalen. Ik heb hier nog 3 Spanish crackers, dingen, nepvlinders. 2 grondbloemen. Alle shocks en Thunder Kings. Ik denk een stuk of 20, 30 of zo. Allemaal rotjes, zitten allemaal op 10 verpakt. Van 2 merken. Wolfcracker. En de Japan Thunders. En dan heb ik nog 2 doosjes met 100 rotjes erin van Shishing. Ook van Wolf. Zo, dit is de eindlook. Alles bij elkaar. Dit is wat ik over heb gehouden van vorig jaar. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer zien op mijn kanaal? Klik dan even op de abonneeknop. En dan zie ik jullie de volgende keer.